Zomerskoers weer daar in Knesselaren. 38 deelnemers gaan op zoek naar een opvolger voor Pedro Balen. De West-Vlaming is er zelf niet meer bij. Net als Rudy van de Sompelen, die andere smaakmaker uit het regionale circuit, hield hij het crossen voor bekeken. Kenneth van Kompernolle schiet het best uit de startblokken. De West-Vlaming van het Sunweb Pro Job Cycling Team bouwt een kleine voorsprong uit op een tiental achtervolgers, met daarbij onder meer Stijn Penne en Nico Clarisse. Clarisse, vorige week nog winnaar in Miekevorst, na een spurt met 13 maar liefst. Vooraan houdt van Kompernolle er stevige tempo in. Bij de achtervolgers voert de Spanjaard Zabalia Gutierrez de forcing. Hij rijdt weg van Clarisse en consorten. Eén ronde verder. In de speeltuin zijn we dan, heeft Zabalia de kloof met van Kompernolle gedicht. De twee hebben een tiental seconden voorsprong op Cobbaert, Penne en Deveneens. Maar bij de volgende passage loopt alles weer samen. We krijgen zo een kopgroep van 5. Clarisse en Geluikens volgen op korte afstand en zullen even later ook vooraan aansluiten. Te veel volk, oordeelt Tino Zabalia Gutierrez. Hij trekt stevig door. Enkel Nico Clarisse lijkt bij machten om de ontketende Spanjaard te volgen. Maar Clarisse gaat even later onderuit en hij moet definitief de rol lossen. Zabalia, 30 jaar, is duidelijk de sterkste man in koers. Hij bouwt een voorsprong uit van 25 seconden op zijn eerste achtervolgers. Die kunnen de kloof niet meer dichten. En zo zorgt Tino Zabalia Gutierrez voor een heuse primeur. Hij is de eerste Spaanse winnaar in een wedstrijd voor de Vlaamse Cyclocross Cup. Van Kompernolle eindigt verdienstelijk tweede. Patrick Basset Deinze is derde. Yo habla inglés, yo habla francés. Tengo que aprender. Afwachten nu of de prestatie van Zabalia Gutierrez sponsors kan overtuigen om de man een Vlaamse crosswinter te bezorgen.